De dag begint met koffie met collega's en leidinggevenden. De werkzaamheden worden verdeeld en ieder gaat zelfstandig, met zo nodig begeleiding en toezicht van de leidinggevende, aan het werk. Tekeningen zijn ook hier uitgangspunt. Het is belangrijk niet alleen de tekening goed te kunnen lezen, het interpreteren ervan is minstens zo belangrijk, omdat je daaruit moet kunnen opmaken wat je precies moet doen en met welk materiaal. Samen met de leidinggevende wordt de tekening bekeken en wordt met de plaatconstructiewerker de opdracht besproken voor het maken van een afschermkap voor een bedrukkingsmachine. Eerst wordt de uitslag van een onderdeel van het product bepaald. Daarna maakt hij er een uitslagtekening op papier van, waarmee hij verder kan werken. Het is dus niet alleen tekening lezen, maar ook zelf een tekening op schaal kunnen maken. De knipmaten worden er duidelijk bijgezet. In het magazijn wordt daarna het juiste materiaal met de goede afmetingen gepakt en vervolgens wordt met de schuifmaat nog eens extra gecontroleerd of de plaat die bewerkt moet worden de juiste dikte wel heeft. Dan wordt de knipbank ingesteld op afmeting en plaatdikte. Daarna wordt de plaat op precies de goede maat geknipt. Bij het product dat gemaakt moet worden horen verschillende onderdelen. Er wordt nu een ander onderdeel gepakt om bewerkt te worden. Bij de buigbank, een kantbank, wordt de plaat gebogen nadat deze exact is ingesteld. Want een machine kan wel veel, maar alleen als deze op de juiste manier van informatie wordt voorzien. Een plaatconstructiewerker moet ook kunnen samenstellen en lassen. Eerst wordt de afzuiginstallatie boven de werkplek gehangen. De lashelm gaat op ter bescherming van de ogen. Beschermende handschoenen aan en de losse onderdelen worden samengesteld door middel van hechtlassen. Daarna wordt het product gemeten, gecontroleerd en verder afgelast volgens de TIG-lasmethode. De leidinggevende controleert alles, geeft zijn collega een complimentje voor het mooie werk dat hij afgeleverd heeft en de klus kan bijna afgemaakt worden. Het blijft altijd fascinerend om naar te kijken, zo'n lasproces. Het is logisch dat het bewerkte product flink heet wordt. Door het afkoelen van het lasmateriaal trekt het product. Daarom moet het daarna worden nagericht met een kunststofhamer. Vervolgens wordt de vlakheid aan de zijkant van het product gecontroleerd en zo nodig nog wat extra nagericht. Als alles mooi vlak is, kan met de laatste afwerking worden begonnen. Met een slijptol worden de laatste oneffenheden verwijderd. Als vakman wil je natuurlijk graag een zo mooi mogelijk werkstuk afleveren. Dat gebeurt uiteraard ook hier met de nodige veiligheidsmiddelen. Met gepaste trots wordt het product bij de kwaliteitsdienst afgeleverd, waar de algehele eindcontrole plaatsvindt.